Tom, zo hoopvol als je halverwege was, ja, hoe is het gevoel nu? Erg teleurstellend natuurlijk. Het was voor ons een mooie dag geweest om de kroon op het werk te zetten, hè, wat ik vanmiddag al zei. En het kampioenschap vandaag binnen te halen, nou ja, dat is niet zo. Wat ik ook al zei, is het is een hele goede tegenstander met een goede bowling line-up. Dat hebben zij laten zien vandaag. Dus voor ons is het nu belangrijk, wat we zojuist hebben gedaan, om een korte evaluatie te hebben van joh, wat ging er dan niet goed vandaag? Wat hebben zij wel goed gedaan? Want daar kan je ook van leren. En hard werken deze week om het volgende week proberen het klusje te klaren. Wat was in het kort de strekking van het verhaal in de cirkel zojuist? Nou ja, vooral kijkend naar van joh, wat hebben zij dan inderdaad goed gedaan? Nou ja, hun bowling was iets meer gedisciplineerd dan dat van ons. Zij waren in het veld, vond ik, een stukje scherper dan dat wij waren. Wij hebben vandaag denk ik wel zo'n 20 tot 25 runs cadeau gegeven, om het maar zo te zeggen. En zij gooiden echt hun body on the line. Zo van, weet je, wij zijn hier vandaag om jullie feestje te verstieren. En dat doen ze. Ja. Is er dan ook nog sprake van druk? Tuurlijk. Een aantal jongens die ik heb gesproken deze week van toch wel een beetje zenuwachtig. En ergens probeer je dat dan zoveel mogelijk te onderdrukken. Hè. Zo van, joh, het is niet nodig. We hebben tenslotte 3 wedstrijden waarin we het kunnen doen. Maar het is hartstikke logisch. Ik bedoel, als je ziet hoeveel mensen er vandaag langs de kant staan. Nou ja, jullie zijn er, andere persisten, weet je. Dus dan hoop je het goed te doen en hoop je die klus te klaren. Nou, helaas niet vandaag. Dus hard werken en op naar volgende week. Maar volgende week is het Excelsior Hermes. Dat is de derby in cricketland. Ja. Dan zal de druk nog hoger zijn. Ik heb nieuws voor je, dan zijn we er weer. Die druk is er dan ook weer. Ja, ja. Gaat het volgende week dan wel lukken? Ja, nee, kijk, er zijn natuurlijk een aantal facetten in het spelletje die vandaag niet goed gingen. En het is aan ons deze week als team zijnde om dat weer op de training gewoon eventjes te trainen en hard aan te werken. En wij weten ook weer, Hermes is een ander team dat een HCC het is. En wederom, we onderschatten niemand. Want ook Hermes op de dag met bepaalde spelers die een wedstrijd kunnen winnen voor ze, hebben zij zo'n dag. Ja, dan hoef je hem dus niet te winnen. Maar wij kijken voornamelijk altijd naar onszelf. En dat hebben we nu ook gedaan. En wij weten gewoon, we hebben 25 runs cadeau gegeven. Bowlen was niet goed genoeg. En de batters die het moesten doen vandaag hebben het niet gedaan. Dus. Kampioen worden tegen Hermes is eigenlijk toch veel leuker? Nou ja, mij maakt het niet uit tegen wie, wanneer of waar. Het belangrijkste, of tenminste het leukste voor mij, is kampioen worden. En ik had het vandaag geweldig gevonden als dat was gelukt. Nou ja, het is niet zo. Dus volgende week weer een nieuwe kans. Ik krijg een heel erg sterk gevoel. 7 mei, 14 mei. Excelsior Feyenoord, Feyenoord Heracles. Zij deden het ook in 2 keer. Ja, nou ja, deze week op Twitter werd dat inderdaad een beetje zo ook gestuurd. En toen was eigenlijk vorige week was het dan de wedstrijd waar wij het onszelf lastig maakten, maar toch wisten te winnen. Nou ja, als je het echt naar nu gaat kijken naar even de voetbalcompetitie van afgelopen seizoen, dan was dit onze Excelsior Rotterdam thuis dan. En spelen we volgende week inderdaad Heracles thuis.